essentie van zen is, dat weet ik niet. Alleen in de praktijk betrap ik mezelf er voortdurend op dat als ik mijn tanden sta te poetsen, dat ik denk, oh ja, dan moet ik nog dit en dit en dit en dit. En ik weet dat dat ja, beter is om als je tanden poetst, dat je dan ook je tanden poetst. Waarom? Nou, omdat je dan met aandacht bent. Nou, hè? Maar, ja, waar je op dat moment bent. Nou, hè? Ja, dat is dan de essentie van zen. Nou, hè? Daar heb ik iets mee met dat gegeven. Ja, dat is mooi, maar kijk gewoon even naar hoe het werkt. Dan wordt je een verhaaltje verteld dat het een beter is dan iets anders. Je gaat je best doen en je merkt dat je faalt. Daarna, zo gaat het altijd. Dus eigenlijk zeg jij van, joh, doe maar gewoon wat. Leef maar gewoon je leven. Als in jouw golf, zal ik maar zeggen, als ik jou als een golf zie, zazen een leuk gevonden wordt. Ik ga niet zeggen dat je ermee op moet houden. Ik wijs je alleen op een paar simpele feiten. Dat wat een ego zich ook voorneemt, hij zal falen. En wat is dan het antwoord? Gewoon maar een beetje aan het rommelen. Dat doe je al. En het leuke is, gewoon probeer even mee te gaan. Je projecteert er weer een je in, die beslissingsbevoegd is. Alsof er een je is daar die kan kiezen om aan te rommelen of niet. Gebeurt gewoon. Ja, exact. Het leven leeft jou. Of jou? Er is geen jou, het leven leeft. Het leven leeft. En dit is waar wij niet aan willen. En zazen, werkelijke zen, heeft geen donder te maken met in het moment zijn. Het heeft te maken met spontane awakening. Ja. En die kun je niet beoefenen. Ja, alle dingen van zen, maar goed, dat is hoe ik het ervaar, dat ik na al die jaren eigenlijk niks kan bereiken. Ja, dat bedoel ik. That's the whole point. Dus het enige nut wat een spiritueel pad en geroepen kan opleveren, is dat je inziet dat het niks brengt. En degene die wakker wordt, bijvoorbeeld via zen, zo noemt hij dat dan, Adyashanti was 14 jaar lang met zen bezig, toen hij wakker werd, stopte de zen. Obviously. Want een pad beoefenen, een pad gaat van hier naar daar, er is geen hier en er is geen daar. Of als er al iets is, is er alleen maar hier. Dat is er al, je kunt niet in of uit het nu. Meer in het nu zijn, ik begrijp er helemaal niks van. Probeer er maar eens uit te komen. The power of now. Wat een bullshit. Er is alleen maar nu. Niet een ik die in of uit het nu is. Wat je kent en bent is nu. Zo zijn de feiten. Dat is geen beoefening. Een feit wordt herkend of niet. Een feit kun je niet beoefenen. En dat is precies wat ik er straks zei, van allerlei teaching klinkt als waarheid, maar het is het niet. Want ze vertellen je allemaal dat je stapjes moet zetten om tot iets te komen. Nee, je ziet in dat dit een glas is, of niet, er valt niks aan te oefenen. Ja, er bestaat niet zoiets als de waarheid. Ja, alleen maar. En die is nu. En die wordt gezien, of niet. En die is van niemand. En die is niet bereikbaar in de zin van step by step. You see or you don't. En omdat het ego daar niet aan wil, want het ego is tijd, is denken, is proces, is evolutie, is groei. Nou, waarheid is alles behalve dat. Waarheid groeit niet, die is. En dat is nu al. En het is nu al compleet. En het wordt herkend in door zo'n golfje. Of niet. En je kunt oefenen tot je een hond zwijgt, maar zou je niet helpen en zou je het ook niet vandaan helpen. Want dat hele geoefen vindt plaats erin, is een uiting ervan. Een spontane wave. En bij jou is dat zen, bij een ander die doet liever scrabbelen. Basically there's no difference. Dit golfje is geprogrammeerd om te zennen, dat golfje om te advaita en die om te voetballen en die rookt liever een jointje. En het is vanuit waarheid gezien het all the same. Het is entertainment. En in geen van die golfjes zit een ikje die kan kiezen, we gaan nu naar links. Dat denkt hij wel, maar het is niet waar. Nou, ik worstel wel met het feit, iedereen krijgt een deel op zijn pad. Leuk, niet leuk, verdriet. Ja, dat is onvermijdelijk. Maar het lijkt soms wel eens dat de ene mens wat meer shit krijgt dan de ander. Ik wil ook wel weten dat
huis niet zo is, maar dat is de buitenkant. Jullie denken, ja, die wordt wel heel erg bezocht. Is dat ook gewoon een onderdeel van die grote oceaan, of het één meer krijgt een ander? Er is niks anders dan die oceaan, dus er is geen één die meer krijgt dan een ander. Er is alleen maar water, en water is nat. Ja, zo wat. Ja, precies, dat is de point, zo wat. Dus ieder idee wat wij erop nahouden, van die is zieliger en die is gelukkiger, dat is precies wat het is, ons idee erover. Vanuit een afgescheiden perspectief. Het is hoe je er naar kijkt. Ja, en wij kijken niet. Niet echt. Wij bekijken alles vanuit die afgescheiden identiteit. Ik denk dat ik een apart staand iemand ben. Op het moment dat ik daarvan overtuigd ben, zie ik al het andere ook als afgescheiden. En jij zegt eigenlijk dat alles één moet? Nee, ik zeg dat er geen afgescheidenheid is. Als je je ogen open doet, het voorbeeld geef ik vaak. In één klap verschijnt alles. Geen stukken en brokken. Het zijn je ideetjes die je vertellen dat dit vormpje een individuutje is. En dat vormpje en dat vormpje en dat vormpje. It's your brain. Maar feitelijk heb je één beeld. Één ervaring. Één gevoelsveld ook. Alleen je hebt geleerd van kind af aan om alles in stukjes en blokjes te vatten. Dus je aangepraat. Maar je feitelijke beleving, op het moment dat je heel even stil bent en gewoon ervaart wat is, dus los van de tweede laag van ideetjes en oordelen, is het één beleving. Eén bewustzijn plus beweging. Eén oceaan met hoge golven, lage golven, hier met een schuimkraag, daar zonder, enzovoort. Maar het is allemaal water. Niks aan de hand. En dat gaat er bij het gemiddelde ego niet in. En dat is niet hebben.